Ben net terug van eigenlijk de aftrap van de E3 aan de andere kant van ons kantoor. En ja, dat is een mooi moment. Een moment wat ik met jullie wil gaan delen. Vanaf nu ga ik gewoon de fucking E3 hype beginnen. Want het is maar iedereen. De eerste vergadering is altijd van: wat willen we gaan doen? Wat willen we op deze E3 gaan doen? Wordt die vet? Staat er veel te doen? Wie gaat er naar de E3? Nou, dat is inmiddels beslist. Ik blijf hier thuis, gelukkig. Ik hoef niet te gaan. Ik wil niet meer lang vliegen. En ik vind het gewoon veel te leuk om het hier vanuit de studio te doen. Skate zal ook in de studio blijven. En mensen die hier aan de andere kant zitten, Shelly en Jelly, die gaan allebei wel. Emiel gaat, Pascal gaat, Boris. Er gaan heel veel Game Kings dit jaar, want het wordt een bijzondere E3. Qua content, maar ook wat we van plan zijn om te gaan doen. Jullie weten natuurlijk altijd dat wij uitpakken met studio items, maar ook met streams vanuit LA. Je weet wel, de ontbijtshows, de persconferenties. En dat gaan we nu nog meer doen dan ooit. We hebben net een programma samengesteld. Een beetje zeg maar de outlines daarvan. En als dat gaat lukken, dan ben ik bang dat ik dus echt 48 uur niet ga slapen. We gaan namelijk echt, we hebben de uitdaging aangenomen om al die persconferenties te gaan brengen. We gaan ontbijtshows doen. We hebben nog een aantal dingen die ik nu nog niet ga verklappen, die we live gaan proberen te streamen voor het allereerst. We gaan echt all fucking out. No sleep. Studio items. The wall. Al die dingen gaan komen. En de industrie heeft ook behoorlijk meegeholpen door naast Sony, Microsoft, Nintendo, EA en Ubisoft ook nog eens een keer een Bethesda en een Square en ook nog eens een keer een PC's persconferentie te houden van die PC persconferentie. Ik begot niet weet wat ze daar allemaal willen gaan doen. Maar kortom, nog meer persconferenties. Op zondagnacht 4 uur begint het feitelijk. 4 uur, s'nachts, Bethesda. Mooie tijd om zeg maar de aftrap te doen. Ja, ik kan je eigenlijk niks anders aanraden dan in de buurt van de E3. En volgens mij, wanneer is de E3 precies, Shelly? 12 juni gaan we erheen. 12 juli gaan we erheen. Maar volgens mij begint hij dan 13, 14, 15, 16, 17, 18. Weet je wel, die hele week. Met name die maandag. En dan op dinsdag, maandag op dinsdag, dat wordt echt de stream all-out avond. Dan heb je inderdaad volgens mij Sony, heb je Microsoft, heb je EA, heb je Ubisoft. Bethesda heb je op zondagnacht. Dus je zou ze allemaal vrij kunnen vragen van je baas of gewoon lekker spijbel op school. Want dat worden bijzondere avonden. En gaat er een hoop gebeuren? Er gaat echt een hele hoop gebeuren. Er wordt echt een hele belangrijke E3. Misschien nog niet eens zozeer qua content, qua games. Ik bedoel, er is natuurlijk een hoop uitgesteld. Maar door al die uitstel en al die problemen die op dit moment een beetje in de industrie zitten. Hè, kijk ook vooral even naar de kwestie van aankomend weekend. Waar we het over de Japanse gamesindustrie hebben, maar ook over Sony en Nintendo. Dat zijn natuurlijk ook Aziatische bedrijven. Cashflow probleempjes, mensen die massaal free-to-play gaan doen. PC wat wel up-and-coming is, maar niet zoveel games verkoopt vanwege het kopiëren. Virtual reality, iedereen is een beetje aan het schuiven. Dus ja, er staat een hoop te gaan gebeuren. Niet voor niets dat al die partijen opeens persconferenties gaan houden. Ze willen allemaal nu knallen. En wij zijn gewoon heel benieuwd, wat gebeurt er bij Microsoft? Hè? Ik bedoel, die hebben nog wel een hele sterke najaarslijn-up. Forza 6 is nu toch eigenlijk wel bevestigd. Dan komen ze met die Tomb Raider, dan komen ze met Halo 5. Wie weet, waar zit Crackdown? Fable Legends komt uit. Ze zeggen dat ze nog met een nieuwe IP komen. Wat gaat Sony dan doen? Weten we nog eigenlijk helemaal niks van. En Nintendo komt weer niet met een persconferentie, met een Nintendo Direct. Gaan ze al wat van de NX laten zien? Of is het inderdaad niks voorlopig? Ubisoft, ja, echt serieus hoor. Assassin's Creed, vorig jaar was natuurlijk een beetje een drama. Die moeten terug gaan komen. Die kunnen niet meer met die gelikte shit komen. Omdat iedereen zoiets heeft van, ja, daar zijn jullie heel goed in. Maar die games voor jullie, die vallen altijd net nog een beetje tegen. Hoe gaan ze dat aanpakken? Met The Division, met Rainbow Six. Komen ze nog met een nieuwe IP? EA gaat natuurlijk knallen. Mirror's Edge 2 is al aangekondigd. Nieuwe Need for Speed komt eraan. Plants vs. Zombies. Natuurlijk Battlefront, Star Wars Battlefront. Bethesda gaat Fallout 4 komen. Kortom, er valt zoveel te ontdekken. En daarom hebben wij eigenlijk gedacht van, laten wij ons lijf en leden dan maar ter beschikking stellen aan het algemeen goed.
En non-stop hier voor jullie de streams gaan verzorgen, livestreams. Je gaat het echt nergens anders meemaken, alleen bij GameKings.tv. Op allerlei manieren kun je gewoon de hele dag alles meebeleven. We gaan discussiëren vanuit de studio, GameKings extra's komen eraan. Kortom, de hele week madness. Die datum, alles, don't worry, dat komt allemaal nog wel. Je komt straks echt een heel mooi schema online. We hebben nog volgens mij ruim een maand te gaan. Maar alles is geboekt, tickets zijn geboekt. Eerste vergadering is geweest, de aftrap is gegeven. We gaan echt weer een sensationele E3 voor jullie neerzetten. Dus ja, kijken, lijkt me logisch. Neem vrij, spijbelen, mag één keer van mij, één keertje.